In deze video, de website van de boksring verraadt de mol. Rick geeft belangrijke informatie weg. En is de volgende afvaller alweer bekend? Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke week de hints en theorieën van Wie is de Mol met jullie door. En in deze video de extra hints van aflevering 3. We beginnen deze video met Rick. Ik heb namelijk een hint doorgekregen van Ryan. In opdracht 1 zegt Rick namelijk op een gegeven moment: als de muzikanten mogen beginnen met het nummer te spelen, Maestro. En dit kan natuurlijk heel mooi slaan op Rosario, die vorig seizoen van Maestro heeft gewonnen. Hint Rick hier naar Rosario als mol? Verder een hint van WDM Extra op Instagram. Hij zegt namelijk het volgende. Ik heb een goede hint. Als je de cijfers voor de letters die de naam Tooske vormen bij elkaar optelt in de puzzel van opdracht 3, dan krijg je 25. 7 plus 6 plus 4 plus 1 plus 2 plus 5. En we zoeken naar de 25ste mol. Even een korte toelichting hierbij. Hij heeft dus de letters van de naam Tooske uit de puzzel gehaald en het nummer wat daarbij hoort opgeteld met elkaar. Is Tooske de 25ste mol? Wil jij elke week hints en theorieën over deze topkandidaten? Abonneer dan zeker om op de hoogte te blijven. En bij de 2500 abonnees, wat we bijna hebben gehaald, ga ik deze groene vrijstelling weggeven aan één van jullie. Abonneer dus heel snel hier beneden. Guido op Instagram heeft een mooi schema gemaakt waarin we precies kunnen zien wie hoeveel heeft verdiend in opdracht 2. Stad en land aflopen. Hier is iets opvallends te zien namelijk. Rosario, Jeroen, Anna, Kees, Justin en Rian verdienen geld voor de pot door op de juiste punten te staan. Dat betekent dus dat Tooske en Fons geen geld hebben verdiend in deze opdracht. Is één van deze twee dan de mol? En om bij Tooske te blijven, opent zij in die opdracht op punt 5 alleen haar eigen envelop zonder te wachten op Jeroen. En verder in deze opdracht stuurt dan ook nog Rosario aan het einde Anna en Tooske weg op zoek naar een punt. En hierdoor kwamen ze te laat aan voor de doorloper. Dus er zijn hier drie mollen bezig. Dat is Tooske, dat is Fons en dat is Rosario. Dan een goede theorie van mollenjagers die versterkt is door WDM Extra over Tooske. In de puzzel van opdracht 2 moest de oplossing toekomst zijn. En hier kan je de naam Tooske van maken. Maar dan hou je nog twee letters over en dat zijn de T en de M. Zouden we hiervan de mol Tooske van kunnen maken? Dan een mooie hint van Mol Levi. Hij wijst namelijk naar aflevering 1 een handje helpen. En nou weten we dat er een shot te zien is aan het begin waar een tarotkaart wordt omgedraaid. En deze is van Tooske, namelijk de paraplu. Maar Mol Levi wijst naar de achternaam van Anna. Jim Brere is namelijk een paraplu-merk. Wijst de paraplu niet naar Tooske, maar naar Anna als mol? Dan een goede anti-mol-actie. Rick rekent in de eerste opdracht namelijk het woord Picorino of Vitorino, iets in die richting goed. Terwijl het Pitorino moest zijn. Tooske verzon dit woord. Als Tooske de mol zou zijn, dan zou Rick het woord toch juist fout moeten hebben gerekend. Als Tooske namelijk de mol is en dit als mol-actie doet, dan gaat Rick daar toch niet tussen liggen. Tooske lijkt mij dus hierin best wel een goede kandidaat. Wil jij dagelijks praten over de hints en theorieën met andere molloten? Join dan zeker de WhatsApp-groep en de link daarvan staat in de beschrijving. Dan stuurt Marita mij nog een hint op via Instagram. Marita zegt namelijk het volgende. Hoi Tim, er viel me iets op bij 10 minuut 45. Als ze aan tafel zitten zegt Tooske, als Jeroen een antwoord geeft op een vraag, als het fout is nou? Waarop Jeroen zegt, ja, nou ja, dan weet je me te vinden. Zelf vond ik dat een bijzonder antwoord. Is Jeroen de mol? Erg leuk gevonden en om even dit wat te versterken en wat duidelijker te maken, gaan we er even naar kijken naar het moment. Oké, Tim, maar eenmaal allemaal John Wayne. John Wayne. Jij bent de acteur, maar als het fout is, jongen, dan weet je het. Ja, nou ja, dan weet je me te vinden, ja. Nou, zo te horen klopt het wat Marita zegt. Wil Jeroen hier zich aanduiden als degene die het fout heeft gedaan, die het spel saboteert? Het is in ieder geval een opvallende actie. Ook even een hint van Brett uit mijn WhatsApp-groeps-app. Hij wijst op de notenbalk die voorbij komt in de glazen bol. En die kan wel eens slaan op Rosario die meegedaan heeft aan Maestro. Nou weten we dat de glazen bol natuurlijk helemaal aan het begin als teaser werd gedeeld. Dus wie weet gaan we dat ook nog zien in een opdracht verder in het seizoen. Dan komen we nu bij een van de beste hints van dit seizoen. En die is gevonden door Max van de Telegraaf.
Als je namelijk de QR-code scant van de boksring, dan kom je op een website uit van CML. CMLL. CMO kan je ervan maken, omdat er een soort doodskopje staat. Erg verdacht is dat al. Maar als je naar beneden scrolt op die site, staat er een schim in de soort van banner-achtige iets van de website. En die schim die lijkt erg op Rian. Is dit de ultieme hint naar de mol? Ikzelf vind deze best wel sterk, aangezien de schim namelijk nu ook alweer verwijderd is van die site. Misschien hebben de makers door van, goh, het was niet zo'n handige hint om te delen. Misschien moeten we hem verwijderen. Laat natuurlijk ook vooral weten in de comments wat jij van deze hint vindt. Hey, Edit Tim hier. Het kan hierbij ook heel goed gaan om iemand met Photoshop skills. Want het is natuurlijk nu van de website af en volgens mij heeft de Telegraaf het ook alleen maar als foto gekregen. Dus we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat deze hint niet per se kan kloppen. Dan nog even mollenstreken. We weten van de vorige keer dat mollenstreken natuurlijk de drie afvallers Babs, Jip en Justin heeft gespoilerd. Maar als we verder kijken zien we dat Kees ook rood is op deze foto die ik wederom gehaald heb van de Instagram van Lavitsi Rutjes. Was misschien al oud nieuws voor sommigen van jullie, maar waarschijnlijk valt Kees dus in de volgende aflevering af. Ik weet niet of we er echt van kunnen uitgaan dat dit geen toeval is, maar het is een te riskant risico om hier niet van uit te gaan. Ik hoop in ieder geval dat dit niet waar is en dat Kees gewoon in het spel blijft. Zodat we er ook van kunnen uitgaan dat mollenstreken niks meer anders gaat spoileren. Ook nog even een leuke nutteloze hint van Jesse uit mijn WhatsApp groepsapp. Hij zegt het volgende: Rian rijmt op Bian. En als je de N weghaalt, heb je Bia. En dat zijn drie letters. En in het woordje mol zit ook drie letters. Rian is de mol. Dan tot slot informatie over de lijffinale en de fandag. Ik heb contact gezocht met Rick van de Westerlaken en hij heeft het volgende gezegd. Ik weet niets over een fandag, maar als die er komt, dan wordt dat op tijd bekendgemaakt. Nou is er tot op het heden nog niks bekendgemaakt over een fandag. Laten we wel hopen dat dat nog bekend gaat worden in de toekomst. Want een fandag is gewoon altijd super leuk aan een Wie is de Mol seizoen. Voor de live finale heeft Kim Cogé nog even gepraat met een cameraman van Mol Talk. En die geeft aan dat ze nog twijfelen waar de live finale gaat plaatsvinden. Hij komt er dus wel, alleen ze twijfelen tussen Paleis Soestdijk en Vondel CS om de finale te houden. Persoonlijk hoop ik zelf op Paleis Soestdijk, want dat was vorig seizoen een heel tof finale decor. Ik hou jullie in deze video's in ieder geval op de hoogte daarover. Dan wil ik jullie voor nu weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker voor de 2500 abonnees en om kans te maken op deze groene vrijstelling. En dan zeg ik voor nu, laters!